Okay, people, let's go to work. Stel je voor, dames en heren. Ik word vrachtwagenchauffeur. Het is heel impossible voor te stellen, maar ik heb een spel gekocht en dat heet Euro Truck Simulator 2. En het is een ontzettend gave game. Ik heb een heel klein stukje gespeeld, maar wat ik heb gespeeld was heel vet en ik wil het zeker met jullie delen. Ik heb namelijk hier, even kijken hoor, een nieuw profiel aangemaakt. Ik heet Davin Stel. Nou, afbeelding, die man had een baard en een snor en was echt wel een beetje een vrachtwagen. Maar ik denk dat die nog beter is. Ja, ik kies gewoon die vent. Of een ander, even kijken hoor. Of zijn oude vent, jongens. Ik doe die oude man. En gewenste vrachtwagenontwerp heb ik die een beetje die platte kop. Ik vind dat best een mooi ding. En het bedrijfslogo, gewoon random. Ja, het is, je kan maar een paar dingen kiezen. Ik dacht van, we doen gewoon het werelds symbooltje. Nederlands taal. En we gaan het nu creëren. Oké, overschrijven. Even kijken, toetsenbord. We gaan met het toetsenbord eenvoudig automatisch en we gaan beginnen. Nou, het is een ontzettend leuk spel. En ik ben benieuwd hoe ik het ervan afbreng. Zullen we in de stad waar je wil beginnen? Ik denk dat wij beginnen in Rotterdam. En dat wij naar België moeten. Ja, ik vind dat... Oh, je kan alleen bevestigen. Bevestig selectie. Ik wil niet de tutorial doorlopen. Oké. Okay. Ik weet niet waar we naartoe gaan. In... Wel een lekker liedje, jongens. Oké, okay, wauw. Dit is echt hele hip-hop muziek. Ik ga het gelijk zachter zetten, jongens. Oh, wauw. Echt een beetje te hip-hop muziek. Oké. Okay. Even rustig, jongens. Oké. Okay. Dit was goed. Oké. Okay. We gaan rijden. Rijden. Ja, Mark speelt nu VVVV. Wat is dat voor game? Oké, dit is onze vrachtwagen. Nou, even kijken. Ik heb een toeter. Ik hoop dat u het een beetje goed horen. Ik kan hem nog een klein beetje harder zetten. Want bij mij stond hij nog een klein beetje zacht. En dan gaan we gaan beginnen. Ik beloof het. Oké, we doen zoiets als dit. Oké. Laten we rijden, jongens. Mijn hoorn nog een keer. Klinkt lekker. En achter ons hebben wij... Even kijken, als ik omdraai, hebben wij gewoon een... Oh. We nemen een transinet mee. Oké. Okay. En laten we naar voren gaan. Dit is heel freaking eng. Ik vind het echt geniaal bedacht. Ik denk dat we hier naar buiten moeten gaan. Oké, okay, we kijken naar links. Ik krijg gewoon door. Ik denk dat we hier naar links moeten. Oh god, dit is echt heel creepy. Rood licht. En ik heb nog geen rijbewijs, jongens. Ik heb nog geen rijbewijs. Ik weet het. Misschien een schande. Ik kan niet meer zien of die nou op groen of rood gaat. Wacht even. Wacht even netjes. En ik zie een busje. En wat is het rustig op de weg gelukkig. Ja, gelukkig wel. Kom op. Oh, dan mag die rijden. Wat gaan die langzaam, zeg, die auto's. Oh, man. Oranje? Groen? Ja, groen. Ja. Oké, we gaan hier naar rechts afslaan. Ik hoop dat dat goed gaat lukken. Ik vind het een vrij... Ik vind het best wel een mooi spel. Als ik eerlijk ben. Hè? We zitten in een soort havengebied. Nee joh. De Euromast. Oh, fantastisch. Misschien kan ik wel langs mijn school gaan rijden. Die zit daar links in de buurt. Ik kan dit niet herinneren. We gaan ook helemaal niet de goede kant op, zie ik nu. Want ik moest de bocht om. En... Oké, okay, dat was niet goed. Wat moet ik doen eigenlijk? Oh, ik moet omkeren. Wacht even. Dit is niet de bedoeling, maar we gaan het doen. Oh, net langs die auto zag je het? Oké, dit wordt een hele scherpe bocht. En ik denk dat mijn vrachtwagen het niet, net niet gaat... Ja. Oh, wat een mooie bocht. Zo. En dan gaan we weer eerst volgende naar links. Gaaf die Euromast, jongens. Oké. Een auto rijdt daar ook. We moeten hier naar links toe. Ik weet niet waarom we zo'n kleine korte route moeten doen. Maar volgens mij komen we hier vandaan. Bowspeed. Oké, ja. Er staat een vlag onder in de map. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. En met 33 km per uur kunnen wij... Oh. Dat is niet goed. Kijk maar. Volgens mij... Oké, nu moeten we naar achter. Oh, dit is een spel... Dat vereist concentratie
en om het parkeren voor de trailer over te slaan en de levering voltooien. Oké, we moeten een levering... Oké, cool! Yes, we hebben hem! Oké, dat was heel makkelijk. Nou, dat was het spel, jongens. Nee. Wauw, ik heb gewoon een extra rondje... Oh, wat is dit nou weer? Dit is het hoofdkwartier. Het is een leuke basisgarage, het is niet veel, maar het is wel een begin. Helaas heb je niets om te parkeren, dus er staan geen vrachtwagens in het gezicht. In het zicht. Als je eenmaal genoeg geld hebt om je eigen vrachtwagen hebt gekocht, zul je in staat zijn om vrij te bewegen in de wereld en vanaf hier je eigen bedrijf te runnen. Oké, wat leuk. Dan wil ik nog even op de wereldkaart, want ik wil eigenlijk best wel naar een ander land. Of nou, naar Brussel toe. Even kijken hoor. Oh, je hebt ook de A6 en zo. Kijk dan, een hele mapkaart hier. Nou, ik wil eigenlijk wel een beetje gaan verkennen, maar ik weet niet of dat kan. Rijden. Je kunt niet vrij rijden in de wereld omdat je geen vrachtwagen hebt. Je moet een vrachtwagen kopen of eentje uit je wagenpark. Wil je een snelle vracht doen? Ja. Oké, we gaan een snelle vracht doen. Of we kunnen kiezen, jongens. Even kijken, wat is een beetje normaal? Ik denk dat we deze gaan doen. Laten we dit doen. Neem opdracht aan. Oké, we gaan eens even wat doen. Ik ga dit gewoon random doen, jongens. Ik vond het wel gaaf dat je de euro of de Erasmusbrug zag. Dat vond ik wel grappig. Oh, kijk nou, je kan ook dingen vervoeren. Oké, wat hebben we achter ons? Dit is wel een tank. Oké. Nog steeds dezelfde vervelende toeter. Nou, nu kunnen we eigenlijk... Oh, en de Euromast. Daar woont Erik. Zaagsekop woont daar vlakbij. Oh, ik rij nu heel erg goed op de verkeerde weghelft. Ja, ik weet aanrijding. Ik heb niks gedaan. Die meneer daar, die zit mij nu aan te rijden, hè? Oh, sorry. Ja? Ja, oké, komt goed. Komt goed, ik bestuur de dingen maar. Oké, ja, het sturen is wel heel realistisch gedaan. Oké. De eerste ronde moeten naar rechts. Oh, wat een heerlijk ontspannen. Ik ben echt zo'n vrachtwagenchauffeur. En dan gaat ook gelijk een groen. Ja, groen, dank u. Kunnen we gelijk door. Joey, een vriend van mij, die heeft dit spel ook gekocht. En die zei, Vincent, ga niet met, wat was het, 80 km per uur door de bocht. Dat moet je niet doen. En ja, als jullie dat zagen dan... Oh jongens, file. File voor een stoplicht. Leuk hoor. Laat me maar snel die snelweg opgaan. Oh. Ja, groen licht, kom op. Kom op. Moet er door. Kom op, kom op, kom op. Dit is echt gaaf gedaan nu jongens. Dit is best wel realistisch. Vind ik. Ik vind het... Ik heb nog nooit zo'n realistisch spel gespeeld als dit hoor. Dan ben ik echt serieus. Oké, waar gaan wij naartoe? Europort Amsterdam. Oh ja, we hebben een truck dealer ontdekt. En nu gaan wij de snelweg op. Ik moet links. We gaan naar Brussel. Liegen. Brussel en Europort. Oké. Ja, ga een beetje op je rem. Kom op. Je hebt een nieuw bericht. Leuk voor dat bericht. Ik kan niet kijken, ik ben aan het rijden. Dat is zo raar. Je mag niet bellen achter het stuur, dus dan ga ik ook geen sms'jes kijken. Ik moet wel goed aan de regels houden. Oké, dit gaat goed, geloof ik. En nu zitten we op de snelweg. En dit vind ik echt vet gedaan. Ik kan me deze weg niet herinneren, maar ik vind het wel gaaf. En het spel ziet er ook grafisch zo goed uit, vind ik. Ik denk, want als het mooier uit gaat zien, dan denk ik dat het weer gaat laggen en dat je weer een betere computer nodig hebt. Maar ik vind sowieso de... Ja, de 100. Je mag hier 100. Nou, dan kunnen we nog wel een beetje harder. Ik weet niet of deze harder gaat. Ja, we gaan 60. 63. Kan wel een beetje harder, denk ik. Kijk, hoor, we hebben allemaal knopjes. Ik zou er zo graag op willen drukken. Maar ja, ik weet dat er dan die auto... Misschien ontploft die vrachtwagen wel. Je weet het niet. Oké, we gaan 74 km per uur. Ik ga eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, het gaat goed. Die Joey die liegt gewoon. Je kan gewoon met 80 door de bocht. Bijna 80. We gaan ook helemaal niet... Oh, ik heb die auto daar. Oh, sorry auto. Ik blijf wel in het midden rijden. Probeer ik. Ik rij helemaal niet in het midden. Nou rijd ik in het midden.
Oh, dat is wel een gedoe, zeg joh. Je moet hem echt. Om echt perfect te rijden is echt badass wat ik nu doe. We gaan over een. Oh, volgens mij gaan we nu richting Zeeland. Ik denk dat we van Rotterdam naar Brussel moeten. Denk ik. Ik vond het wel heel flauw, want dan kom je echt uit Rotterdam en er staat gelijk één bordje met naar links naar Brussel. Ik vond ja, dat is ook niet echt, zeg maar. Oh nee, Vincent? Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Gaat hij niet harder dan 90? Kom op, hé. 90 kilometer per uur. Dat vind ik een beetje langzaam. Oké, ik ga maar naar de rechterbaan. Ik weet niet wat die andere toetsen zijn. Ik ga ze wel proberen, jongens. Oh, lichten? Kijk. Ik ga wat lichtjes klooien. Kijk, wat hebben we nog meer? Oh! M. Mapkaart. M is van mapkaart. Niet meer aan zitten. Oké, we gaan naar die kant. Hé, hey, wat doe je? Stomme vrachtwagen. Zo! Oh, dat was net close. Ja, nu merk je wel dat we 90 gaan op zich. Hè? Het gaat best wel snel. Oh! Radiostream doen we niet. Dan mijn copyright. Laat maar lekker die heerlijke sound hoor. Je hebt een nieuw bericht. Ja, nou en? Mag niet bellen onder het stuur. Bloed aan de muur. Oh, en hier is een benzinestation. Heb ik genoeg benzine nog? Voor de helft. Oh jee. Iets minder dan de helft zelfs. Oké. Okay. Bij het volgende benzinestation ga ik tanken. Als ik weet hoe het moet, in ieder geval. Oké, dit ziet eruit nog als Nederland. Alhoewel, Brussel. Oh. Gaat goed. Ik hang echt uit het raampje als je dit doet. Kijk. Oh! Oh, 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 sorry. Oh, wat een mooi landschap, joh. En ik zie hooibalen. Ik vind het wel schön gedaan, hoor. Oké, okay, Luik, Brussel. Oké, okay, we gaan naar Brussel, jongens. Wel vet gedaan dit, hoor. Ik vind het heerlijk om even te doen. Kijk, hooibalen. Joehoe! Oh, sorry op de vluchtstrook. Luik, Brussel. Nou, we komen nu in de buurt. En een mooie boompies. Kijk, ik hou wel van die natuur, jongens. Was ook, we gingen naar Duitsland. En toen gingen we ook langs allemaal natuuromgevingen. Prachtig. Oh, zo die auto! Ik zou ook wel een auto willen cross zo hier. Maar ja, het is eenmaal Euro Truck Simulator. Dus ik denk niet dat er een auto in voorkomt in deze game. Althans. Oh jongens, dat benzinestation. Ik moet echt een benzinestation, denk ik hoor. Het wordt nou echt een beetje krap. Ja. Kijk, ik kan mezelf wel vol tanken, maar ik kan niet dat ding. Dag meneer de auto. U gaat naar rechts. Ik weet niet hoe je die knipperlichten doet, joh. Oh jee. En met 90 km per uur gaan wij eventjes achter ons kijken. Dat gaat goed. We gaan hem insluiten. Let op. Oh, geweldig. Oh, dat was hilarisch. Wacht even hoor. Jongens, we moeten tanken. Luik. Moeten we niet naar Brussel? Ja, dan moeten we hier naar rechts. Oké, we gaan naar rechts. Kunnen we naar rechts? Ja. Oh. Oké, we gaan naar Brussel. En met... Oh, ik moet echt tanken, jongens. Shit, hé. Hey. Oh, we nemen de buitenbocht. Oh, dat was een bordje. Ja, ik zie een tankstation daar, denk ik. Althans, het is een soort van restaurant. Ik weet niet of je daar kan tanken. We kunnen ook niet. Kunnen we door dit weiland heen? Nee, we blijven gewoon netjes op de weg. Hallo, even toeteren.
Ah, ja, toeter dan terug, joh, hond. Met je boomstammen. Heb je niks beters om te vervoeren? Even kijken, hoor. Ja, moet je kijken, jongens. We moeten echt tanken, hoor. Lijkt net of mijn vrachtwagen langzamer gaat rijden nu ineens. Oké, oh shit, oh shit. Ik moet echt even... Kunnen we daarheen? Ja, ik weet niet of het een tankstation is. Volgens mij niet. Nee. Het is geen tankstation. Oh, ik zit daar zonder tank, joh. Ja, het is een realistisch spel. Ik had net moeten tanken. Een beetje dom, joh. Jongens, een wijze les. Altijd tanken. Oh, zo! Kijk eens even uit, joh. Dronken vent. Huppakee. Kijk, door hem rijd ik nu helemaal buitenom. Hé, hey, tractors. Oh jongens, ik heb nog maar een klein streepje hoor in mijn tank. Dit is niet goed. Hé, hey, indianen met tipi-tenden, joh. Zie je dat? Ik wist niet dat die hier leefde in Brussel. Tipi-tenden. Ah, het is een mooie dag. En die vogels. Prachtige vogeltjes. Kijk, mooi landschap, jongens. Ik vind het prachtig. Ik zit gewoon te genieten hier. In mijn driver zit. In mijn vrouw. Toeter. Ah joh, dom man. Toeter niet terug, joh, sukkel. En kom op, jongens. Een tankstation of iets. Of gewoon het einde. Nou, het is nog 60 kilometer. Dat gaan we niet redden. Oh! Shit. Kijk, kom op, jongens. Dit is een opdracht. Ik kan er 2000 euro mee verdienen. Ik weet niet. Volgens mij kan je niet van 2000 euro een vrachtwagen kopen. Maar. Oh! Oh! Sorry. Ik blijf een beetje op de baan. Ik reed niet goed. Oh, dit is een geweldig spel, jongens. Ik heb wel eens Train Simulator gespeeld. Dat vond ik ook een heel leuk spel. Dat is ontzettend gaaf. Ik heb er gelijk al zin in als ik dit speel. Ik heb Ship Simulator gedaan. En dan kon je zelfs DLC downloaden. En wij hebben namelijk een veerpont bij ons. En dat veerpontje, dat kon je zelfs downloaden. Dat had iemand gemaakt. En dan hadden ze Rozenburg, waar ik woon, hadden ze precies nagebouwd ook. Met precies die stijgers en zo. Ik zit erover te denken om dat gewoon te kopen. Want het was iets van 25 euro. Maar dan heb je wel compleet dat pakket, zeg maar. Dat zag echt heel vet uit. Dan kon je gewoon de veerpont bedienen. Nou, zag er best wel goed uit, joh. Dat was dan een Rotterdam pack of zo. Ja, want deze plaats hoort bij Rotterdam, zeg maar. Rotterdam. En wij zijn nou helemaal in Brussel aan het gaan. Ook al vind ik dit geen Brussel. Ja, oh, kijk. Een woonwijk. Ja, en ik heb nog maar een klein streepje. Ja, het zit daar onderin zitten. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is... onderin zie je hoe hard ik rijd. Nou, dat is 86 km per uur. Daarna zie je dan D12. Dat weet ik niet wat dat is. Misschien een versnelling, weet ik veel. En dan zie je een autootje. En daarna zie je dan zo'n... Ja, volgens mij is dat van de tank. Het is zo'n soort van... zit nog achter... Nee, niemand zit achter me. Oh! Niet op de vluchtstrook. Ik heb nog geen politie gezien ook. Maar... Ik moet daar naar rechts hier. En... Oh, mooi bochtje, Vince! Mooi bochtje, Vince! En ik weet dat we hier dadelijk kunnen tanken. Want daar zit een grote stad. Maar ik ben er ook al bijna. Lille ontdekt... Lille, oh, dat is een plaats. Lille. Oké. Okay. Oh, rotonde. Rotondes. Scheidhekel aan rotondes. Oh, dat ziet er gaaf uit, jongens. Ik vind het heel vet. Oké, okay, het gaat goed. We zijn er bijna. Althans, dat mijn kaart zegt aan dat we het bijna kunnen ruiken. Weer rotonde. Maar we gaan hem lekker skippen. En die auto vormen. Oh, dat is allemaal zo'n opa achter het stuur zitten weer. Rijdt hartstikke sloom. Nou, we moeten toch stoppen. Scania truck dealer ontdekt. Oké, we stoppen hier. Nog iets vooruit zo. Ja, we kunnen best wel... Je kan best wel heel dichtbij die auto rijden, hoor. Want er zit natuurlijk een platte voorkant. Dus dan kan je dichtbij die... kijk maar naar buschauffeurs. Die parkeren ook... Oh, groen! Zit iemand achter me? Nee. Gelukkig. Oh, ik zit nou denk ik in Leek of zo. Wat zit ik in? Lille? In Lille was het. In Lille. Ja, weer rood. Nou, vooruit. Oh man, ik moet me wel gedragen in het verkeer. Ik wacht wel even een keer. Oh, en dus er komt de auto naast me. Ik vind het wel vet met die spiegels, joh. Oké, groen. Alsjeblieft. Nu. Kom. Groen.
Groen. Kom op. Ja, kom op. Ja, groen. Ja! Oké, dan moeten we hier naar links. Neem een beetje een brede bocht. Ah, mooi bochtje dit. En dan moeten we hier naar links. Heb ik begrepen. Bestemming bereikt. Ik weet niet, moet ik achteruit parkeren? Ik denk het wel, hè. Oké, dit wordt het moeilijkste van het hele spel, denk ik. Wacht even hoor, dit gaat niet goed hoor, wacht even. Shit, dit gaat echt niet goed. Ik had hem gewoon voor... Oké, wacht even, ik ga proberen. Ik denk niet dat we hem achteruit moeten parkeren. Alhoewel, het kan... Nou, dit kan wel aardig. Wacht even, oh, nu gaat hij... Wacht, nu moeten we naar voren. Ik ga proberen, jongens, want ik ben voor niets een vrachtwagenchauffeur. Moment, moment. Ik ga proberen, hoor. Hoe wel lukken, denk. Wacht, oh. Nee! Nee! Wacht even. Oh nee, kut. Andere kant. Nee, kut. Andere kant. Andere kant. Nee, daar gaat de vis. Jongens, dit gaat even duren. Maar we gaan hem lukken. Het gaat ons lukken. We gaan niet zomaar opgeven, hè, jongens. Dat is niks. Oké, recht. Gewoon dat we hem recht achteruit kunnen doen, jongens. Zo. Zo. En ook al zijn we wat later. Dan komt die vracht maar iets later, vind je? Dan moet ik hem keren, dan moet ik hem keren, een beetje. Ja! Ja! Ja, toch? Yeah! Oh my god! We hebben 212 XP. En dat betekent dat ik gewoon level 2 ben. Toch? Of niet? Ja, het level 2. Nou, level 1 ben ik. Nou, goed zo. Cement is geleverd. Oh, van Rotterdam naar Lille. 224 kilometer afgelegd in 3 uur en 6 minuten. En we hebben 110 gebruikte brandstof gedaan. Nou, wat krijg je hier? Als je werkt, doe je waardevolle ervaring op. Hoe langer de afgelegde afstand, hoe meer ervaring je krijgt. Uiteindelijk verdien je door vaardigheden punten. Oké. Breekbare vracht, milieuvriendelijke vracht, lange afstanden, hoge waarde vracht. Just-in-time levering. Ik denk dat ik milieuvriendelijk rijden. Dat wil ik toepassen. Ik wil milieuvriendelijk rijden, want dat is wel een nieuw... Ik ga even mijn e-mail kijken wat, wie me nou hebt lopen mien. Gloednieuwe vrachtwagens van man te koop. Nou, ik kijk even die showcase en... Koop online. Ik kijk even hoe duur het is. Oh, ik ben geen vertrouwde klant. Shit. Koop online. Oké, helaas. Voor man heb ik geen trucks. Majesteit? Majestic? Oké, we gaan de dealer bezoeken van Rotterdam. En dan stoppen we helaas de video. Ik vond het echt heel vet. Ik vond het ritje echt heel vet. Wat we onderweg meemaken. Kijk, dit zijn die vrachtwagens waar we uit kunnen kiezen. Denk ik. Ja. Dat is een mooi ding. Jeetje. Kijk hoe duur. 4000 en die kost zoveel geld. Oké. Ik denk dat we flink moeten doorlevelen om dit te kunnen kopen. Maar deze... Dit is een kleinere, is niet zo heel mooi, maar is maar 98.000, maar, nou ja goed, ik moet nog veel gaan doen, denk ik. Nou, in de volgende video gaan we zeker nog, zeker meer gaan rijden, want het is echt vet, jongens. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Vergeet het niet te delen en dan zie ik je volgende keer terug met een gloednieuwe video. Op dit kanaal, doei doei!